werkzaamheden in de maand mei met betrekking tot de verbinding onder het kanaal bij Elsloo. De mooie natuurbeelden die komen vanuit de directe omgeving van kasteel Elsloo. Bij de pomplocatie Hemelbeek vinden we de samenloop van de Slagbeek en de Hemelbeek. En de Hemelbeek, dat is weer een verzamelbeek van bronwater uit de diverse beekjes van het Elsloose bos. Slagbeek en Hemelbeek stromen hier via een duiker onder het Julianakanaal door en komen verderop in de Maas uit, nabij het voormalige veerpontje. Bij hoogwater in de Maas kan deze duiker worden gesloten en worden grote pompen geplaatst om te voorkomen dat het kasteel en de wegen hier onder water komen te staan. Hier kruisen ook twee ondergrondse buisleidingen van PPS Pipeline via de Hemelbeekduiker het Julianakanaal richting het schakelstation aan Belgische zijde. Bij inspectie bleek dat de duiker, die in opdracht van Rijkswaterstaat, dat is immers de eigenaar van de duiker, werd uitgevoerd, een restlevensduur van welgeteld 0 jaar te bestaan. De twee buisleidingen voor transportethyleen en MVC worden derhalve preventief verlegd. Bij de uitvoering zijn 2 nieuwe buisleidingen buiten de Hemelbeekduiker gelegd, zodat ze nu zelfstandig het kanaal kruisen. Omdat onder het kanaal een dikke grindlaag aanwezig is, diende deze eerst gestabiliseerd te worden middels injecteren van grout. En dat is een speciale betonsoort. Pas daarna kon er begonnen worden met het werkelijke boren en vervolgens het doortrekken van de buisverbindingen. De nieuwe verbinding ligt nu zo'n 14 meter onder het kanaal. Mocht het kanaal in de toekomst verbreed of verdiept worden, dan ligt de verbinding dus niet meer in de weg. De vergunning voor deze werkzaamheden was aan de Nederlandse zijde door Rijkswaterstaat tijdig aangevraagd. Echter, de Belgische vergunning was niet op tijd en dit betekende extra werk en dus extra tijd en een verhoging van het kostenplaatje. De buis moest nu in 2 gedeelten van ongeveer 100 meter worden gezaagd en later weer aan elkaar gelast worden middels een zogenaamde gouden las. Uiteraard was natuurlijk menig Steindenaar aanwezig om de klus van commentaar te voorzien.